Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Een totaal ander soort video als normaal. Ik heb afgelopen september iets nieuws uitgeprobeerd, namelijk cash stuffing. En daar is deze hele video eigenlijk aan gewijd. Allereerst laat ik jullie even zien wat ik precies heb aangekocht. En dit is dan ook opgenomen aan het eind van augustus. En dat is hier deze budget planner, of tenminste zo noemt. Amazon het. Het is eigenlijk gewoon een A6 binder. En dit is een complete set die te koop is voor 15 euro. Zit onderhand deze labels bij. Deze tekstlabels. Dan zitten er ook nog hier deze budget sheets bij. En die komen dadelijk ook zeker van pas in diverse kleuren. Waar je dus de datum, het amount en dergelijke op kan schrijven. En als laatste hier deze kleine envelopjes. Of enveloppen. Laat ik eerst een beetje toelichten op het hoe en wat. Waarom cash stuffing? Cash stuffing is iets wat al niet heel nieuw is. Het is iets wat al langer voorbij, vaker voorbij komt en ook bij mij. En gezien de huidige stand van zaken, gezien hoe het gaat met de inflatie en dergelijke, dacht ik het is tijd om iets nieuws te proberen. En waarom dat niet gelijk met jullie delen? Laten we eerst even een kleine summary geven over wat cash stuffing precies is. Het is eigenlijk, cash stuffing is een soort proces wat ervoor zorgt dat je alleen maar fysieke geld uitgeeft. Daardoor een beter beeld hebt op je expenses en dus aan je uitgavenpatroon en daar van alles mee kan doen. Overigens, ik ga ook mijn planner eventjes een beetje upleuken en daar gebruik ik hier dit papier voor. Dit komt van een papierblok van Action. Daar zie je daar meer over. Eerst nog wat meer uitleg. Anyway, het idee is eigenlijk gebaseerd op cash envelopes of envelope stuffing. En dat is al wat ouder. Dat werd vroeger heel vaak gedaan. Misschien niet per se hier in Nederland, maar wel in Amerika is dit een groot iets. En het zorgt er gewoon voor dat je minder overspendeert. Dat je minder impulsieve aankopen doet. Het zorgt ervoor dat je iets meer aan een budget houdt. En het zorgt er ook voor dat je minder snel je pinpas gebruikt. Want laten we allemaal eerlijk zijn, zodra je je pinpas erbij pakt, heb je zelf eigenlijk minder grip op waar je het hebt uitgegeven. Heb je daardoor minder snel, meer de neiging om ja te zeggen tegen dingen. En dat gebeurt er ook bij. Gaan we eerst even hebben over de setup. Ik maak hier deze kleine envelopjes en ik duw er dus het kaartje papier in. Dit is om het op te leuken en dan heb ik deze labels aan toegevoegd. En om te starten doe ik de volgende categorieën, namelijk boodschappen, home, hobby's, beauty. Dan heb ik ook nog kleding slash schoenen en spaarpot. Spaarpot, dat is iets wat meer aan het einde van de maand van toepassing is. Maar het is een hele simpele setup om mee te starten. En je moet ergens mee beginnen, dus waarom niet hiermee? Alle budgetkaartjes zitten erbij en het enige wat ik nou nog hoef te doen is op te schrijven wat mijn daadwerkelijke budget is en ook het cash, of in dit geval het contant geld erin doen. Voor mijn boodschappen heb ik besloten om in een maand tijd 150 euro uit te geven. Dit is iets minder als wat ik normaal gesproken volgens het inzicht op mijn Rabobank app uitgeef, dus ik hoop dat het te halen is ondanks alle prijzen. Maar het is goed om voor jezelf iets lager in te stellen. Het kan dan alleen misschien wel meevallen. Voor home doe ik 20 euro in een envelopje. Voor hobby ook 20 euro. Hobby's valt mij eigenlijk alles over. Of dat nou eventueel een nieuw boek is of nieuwe spullen voor te journalen. Kan alle kanten op. Dan hebben we beauty. Daar doe ik 10 euro in. Dus dat is alles van shampoo tot haarmousse tot een nieuwe mascara als het nodig is. Voor kleding en schoenen doe ik ook 20 euro en dat heeft meer te maken. Ik heb momenteel niet per se iets nodig, maar dit is ook het idee dat je dat dus eventueel voor kan sparen als je wat duurdere dingen wil hebben of op een later keer het wel nodig hebt. En als laatste heb je dan dus de spaarpot en de spaarpot die komt eigenlijk pas aan het einde van de maand bij mij van toepassing. Als ik ergens eventueel wat over heb, ik hier in dat spaarpotje het kan doen. In deze video laat ik jullie dus eerst nou zien hoe mijn planner is opgezet en daarna ga ik jullie ook laten zien hoe het bij 2 weken verder is gegaan en ook bij het einde van de maand.
allereerst komen wij 2 weken verder. Het is vandaag zondag 11 september. Niet helemaal halverwege de maand, maar omdat het precies in het midden van de week valt, doe ik hem iets eerder opnemen. En dat dit wel een goede eerste aanknopingspunt is om te kijken van wat wel en niet werkt of tegenvalt of wat dan ook met de cash stuffing. Allereerst wat me vooral irriteert is het feit dat dit ding eigenlijk net iets te groot is voor mijn tas. Of mijn tas te klein is, net hoe je het bekijkt. Waardoor ik er verder rest bijna niks in kan doen. Maar dat maakt niet uit. Als het werkt, dan werkt het. We zien wel hoe het verder gaat. En ja, het geeft me veel meer bewustwording over wat ik uitgeef en waar ik het aan uitgeef. Ik zeg daardoor ook, moet ik toegeven, sneller nee tegen mezelf. Dat is van afgelopen week had ik echt heel erg zin in iets. Ik dacht bij mezelf, oké, dat heb ik niet in huis. Als ik het echt wil, zal ik daarvoor naar de supermarkt moeten. Het feit dat ik naar de supermarkt moest zorgde ervoor dat ik niet ging. Want dat is hetgene wat me tot nu toe tegenover de dingen is. Het feit, ik weet niet of het puur ik ben of hem. Ik ga ook zeker na dit filmen nog wat filmpjes van opzoeken hoe andere mensen ermee omgaan. Maar dit eruit trekken om dan het specifieke geld erbij te pakken van dat mapje, dat kan ik gewoon niet. Ik vind het te erg. Ik weet niet. Ik weet niet of het woord beschamend te goed voeren is of apart, maar in ieder geval, dat werkt niet voor mij. Ik hoop dat jullie dit niet horen. De hele tijd is al stil en dan ga ik filmen en dan gaan ze buiten poren natuurlijk. Dus hopelijk is het niet door op het film. Maar wat er dus voor zorgt dat ik net van gisteren, ik moest boodschappen doen, ik moest naar verschillende winkels, niet alleen gewoon een boodschap, maar ook andere dingetjes halen. Dus mijn eerste winkel waar ik naartoe was, was in dit geval de Plus. Oké, geld uit het boodschappenmapje halen, deze los in mijn portemonnee doen, de boodschappen doen. Uit de winkel komen, boodschappen in de auto zetten, boodschappen geld weer terug los in het mapje doen met het bonnetje. Door naar de volgende winkel. Dat was in mijn geval de Action. Bij de Action moest ik wat hebben voor mijn hobby en eventueel wat voor thuis. Ik moest even kijken of ze iets hadden. Dus die 2 budgetten er weer uitgehaald. Naar binnen, weer terug naar buiten. Netjes weer verdelen in de juiste mapjes. En het is wel een hele onderneming, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ik echt gewoon letterlijk alleen maar los boodschappen ga doen, ik op die manier iets gemakkelijker ga vinden. Maar net van dit, ik moest echt letterlijk even in de auto gaan zitten, even snel het omwisselen en daarna kom ik weer door naar de volgende winkel. En dat is mijn eigen keuze hoor, daar niet van. Ik kies er persoonlijk voor om alles in 1 rondje te doen en dat heeft ook te maken met het feit ik wil benzine besparen zoveel mogelijk en dan is alles in 1 keer boodschappen doen gewoon het beste. Dus daar moet ik wel heel even aan werken en aan wennen, maar overal so far gaat het op zich wel. Zoals ik al zei, ik heb meer bewustwording en ik ben echt benieuwd waar ik dadelijk uiteindelijk op uitkom aan het einde van de maand. Gaat het helemaal kloppen? Ga ik erachter komen dat ik, doordat ik juist zo minder geld uit ga geven? Of, hè? We zullen zien. Dit was in ieder geval een goed aankomingspunt, denk ik, zo de eerste keer. En de volgende keer als jullie me zien, is er een maand erbij en dan gaan we kijken hoe het is gegaan. Inmiddels is het einde van de maand, of nou ja, bijna. Ik film deze weer namelijk op de donderdag, zodat deze voor de vrijdag online komt. Dus ik spui wel een beetje dat het niet helemaal het einde van de maand is. Maar ik weet toch dat ik deze dag, de vrijdag voor jullie in ieder geval, toch niet echt weer boodschappen ging doen of niet van mijn plan was te doen. Dus al met al, om het even, komen we toch gelijk uit. Ja, het einde van de maand. Einde van de eerste maand met cashstuffing, budgetstuffing, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval, let's review. Allereerst, zoals ik al halverwege de maand zei, ik had wel een beetje last in het begin met deze tevoorschijn halen uit mijn tas. Ik vond het enigszins niet best even schut, maar een beetje moeilijk doen omdat natuurlijk diverse categorieën waren. En ik heb het mezelf gemakkelijker gemaakt door allereerst deze in plaats van helemaal dicht in mijn
tas te doen. Deze al automatisch zo open te laten staan. En expres steeds zo met de tekst naar mij toe. Dat ik gemakkelijk in mijn tas kon kijken. En uit het juiste envelopje het geld kon halen. Voor wat ik op dat moment al aan het doen was. En ik moet zeggen, dat werkt perfect. Ik kon het daardoor allemaal goed inzien. En ik heb ook wel opgelet in de zin van dat ik expres... Toen bijvoorbeeld bij de Action aankopen gedaan, expres op 2 losse bonnetjes heb gedaan. Het maakt mezelf gewoon gemakkelijker. Ten eerste, het is duidelijker zichtbaar. En ja, dat kan ik ook niet moeilijk te doen met ik moet dit potje en dat potje doen. En om dat soort dingen. Het maakt het mij wel gemakkelijker. En zeker als het toch niet al te druk is binnen de winkel, doen ze er toch al niet moeilijk over. Sowieso doen ze er nooit moeilijk over. Maar voel je jezelf ook minder schuldig. Tenminste, denk ik er wel bij de cashier. Dat ze dubbele transacties moeten doen. Nou, allereerst laten we het hebben over wat uiteindelijk eruit zou komen. Ik heb even van tevoren even alles uitgeschreven. Want zeker met de boodschappen. Dat waren aardige bonnetjes die verzameld zijn. En om jullie niet een hele rundown te geven van alles samen. En dat we samen alles gaan optellen, heb ik dat even van tevoren gedaan. Ik heb in ieder geval al mijn bonnetjes bij elkaar opgeteld. En ik had in totaal eigenlijk een budget voor mezelf gegeven van 150 euro. Wat op zich aan de lage kant is. Ik heb namelijk in mijn Rabobankieren app gezien dat ik meestal rond de 175 toch wel kom. Ik heb af en toe maandag dat het iets minder is. Maar het ligt echt er puur aan hoe en wat de aanbiedingen zijn. Ik ben die persoon die bepaalde dingen expres altijd bulk koopt. Dus ik heb bijvoorbeeld een favoriete. Ik heb IJstee, gebruik ik een budgetmerk van de Aldi, maar ik kom niet elke week bij de Aldi. Dus als ik dan bij de Aldi ben, doe ik in één keer 3-4 trays meenemen. En daar kan ik best wel lange tijd mee doen. Soms houdt het dus in dat ik in één maand dus geen IJstee heb aan te komen. En soms houdt het in dat ik in één maand dus opeens een grote aankoop doe in IJstee. Als voorbeeld. Dus daar zit natuurlijk wel een verschil in. Anyway, mijn budget was 150 euro en ik heb in totaal 154,60 euro uitgegeven. Dus 4,60 euro boven budget. En dit heeft ook te maken, ik heb één keer gehad dat ik niet mijn gewone tas mee had. En alleen even mijn pinpas dus op de mobiel. En daarna heb ik een paar uitgaven gehad die op de pinpas waren. Dus die heb ik er netjes wel opgeteld. Dus daarin ben ik in ieder geval net iets over budget gegaan. Maar wat ik wel merkte is dat ik daardoor... zoals ik al van tevoren zei, bewustwording ook van hoe en waar je je geld aan uitgeeft. Het zorgt er echt voor dat ik beter oplet. Ik heb het zelfs ook een stap verder gepakt. Dat ik heb een kalender, die kun je net niet zien op beeld, maar die hangt hier boven de plant. Is een kalender en dan doe ik elke week ook opschrijven wat ik ongeveer elke dag wil eten. Ik doe sowieso meestal nadenken van tevoren qua mealplan over in de week. Maar nu heb ik het echt per dag steeds opgeschreven. Waardoor ik ook veel bewuster boodschappen ging doen. En ook veel meer bezig ging houden. Oké, ik moet dit nu echt deze week opmaken. Ik heb dit nog eventueel in de diepvries liggen. Daar kan ik erbij pakken. Hoe kan ik het samenvoegen? En het zorgt er wel voor in ieder geval dat ik in ieder geval normaal gesproken een budget van 175 euro of iets meer. Nou in ieder geval wel tot die 150 ben gegaan. Dus dat is in ieder geval al één. Dan had ik als andere hobby. Nou ja, hobby is normaal gesproken iets waar redelijk wat geld aan uitgegeven wordt. Of nou ja, als ik een nieuw boek koop, dan heb ik natuurlijk, is mijn budget dan gelijk op. Mijn budget is namelijk daarbij 20 euro. Maar als het gaat bijvoorbeeld om deze YouTube-video's maken, het reviewen van nieuwe producten, dat gaat normaal gesproken ook vanaf van dat budget. En in dit geval is wat ik heb uitgegeven 11,25 euro. En daarvan is één ding voor een shopblog die later online kwam. En dus je ziet er zelf bij komen. en een ander ding was bij de Action was nieuw inkt. Maar daardoor had ik in ieder geval van dat budget 8,75 over. En ook daarbij merkte ik ook, bij de Action zie ik normaal gesproken de producten liggen. En denk van, oh, daar kan ik een video van maken. Maar ik ben daar nou ook veel meer mee bezig. Sowieso, ik merk ook sowieso hoor, als ik terugkijk in analytics van welke video's wel en niet lopen. En ik zie steeds meer dat het uittesten van producten iets minder wordt. Dus ik ga er ook minder geld aan spenderen voor mezelf. Ten eerste, omdat 9 van 10 keer die producten ik uiteindelijk misschien zelf niet ga gebruiken. Of eventueel zelf in het prullenbak belanden. Want dat gebeurt ook wel, zoals het echt heel erg tegenvalt. Dus daarin ben ik binnen budget gebleven. Nou ja, voor home is ook 20 euro. Had ik eigenlijk deze maand helemaal niks voor nodig. Niks was vervanging toe. Geen gloeilamp
weet ik het wat allemaal was nodig. Het enige was een klein potje wat ik bij de Action had gekocht, de decoratie. Dus al met al 18 euro van budget over. Dan had ik mijn budget beauty. Dat was 10 euro, zeg ik dat goed? Dat heb ik natuurlijk weer net hier niet op het plaatje gezet. Ja, 10 euro. En ook daarbij, dat is een onderwerp waar ik altijd van tevoren mee bezig ben. Elke keer als er goede aanbiedingen zijn, doe ik daar ook bulk in slaan. Dus ik had deze keer niet echt iets nodig. Het enige wat op was, waren kleine wattenstaafjes die heb ik bijgehaald. Dus eigenlijk maar 70 cent van de 10 euro daarin gespendeerd. Kleding en schoenen was 20 euro. Is nog steeds 20 euro. Ik ben gewoon niks tegengekomen. Heel simpel gezegd. Het is wel niet per se dat ik ook iets nodig heb. Maar ik ben ook niks nieuws tegengekomen, dus vandaar. Al met al een goede ervaring, moet ik zeggen. Ik ben inmiddels aan de planner zelf gewend. Ik heb wel ook iets anders besteld. Deze is een wat stevigere en ik heb me steeds meer ook verdiept in andere mensen en hoe hun ermee omgaan en hoe hun dingen doen bijhouden. En ik denk dat ik me echt nog een stapje verder hierin wil gaan voor mezelf. Dus verwacht ook sowieso nog extra video's met dit onderwerp op mijn kanaal. Ik denk wel dat het er aan zit te komen. Ik weet niet, dit heeft mijn interessegebied en hopelijk die van jullie ook. En we gaan samen gewoon deze journey aan. Ja, dus al met al in ieder geval een goede ervaring en ook zeker wel een aanrader. Persoonlijk, ja, wat zou ik eventueel zeggen? Ik heb zelf nou, dus dit is een A6 modelletje, noemen ze het. Ik vind het niet echt A6, moet ik toegeven. Als ik hem langs mijn bullet journal hou die B5 is, is hij praktisch net zo groot. Dus wil je het voor jezelf compacter houden, koop in plaats van een A6 model misschien een A7. Die A7 zijn namelijk al iets smaller. Je hebt ook van het merk Firefax hebben ze de combinatie van dit. Dus dat je de mapjes erin kan doen. En dat je ook het als portemonnee kan gebruiken. Die zijn weer wat duurder. Dus je kunt wel alle kanten mee op. Misschien dat dat eventueel in de toekomst ook komt. Echt zo'n portemonnee. Maar voor nu gaan we gewoon even kijken met hoe en wat we hiermee omgaan. Misschien dat ik deze in een soft cover ga bestellen. Omdat dit natuurlijk wel wat vaster is. En daardoor wat meer plek inneemt in mijn tas. Maar ik ga er gewoon ook verder mee aan de gang. Dat was het niet meer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, geef deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je deze video's vaak zien? Je vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!